In mijn beleving heeft de toren van Eusebiuskerk meer in dan uit de stijgers gestaan. Maar dat is misschien mijn beleving. Maar die Eusebiuskerk heeft veel meer meegemaakt dan alleen maar die slag om Arnhem en alles daarna. En daar, heb ik vernomen, komt een al dan niet permanente expositie over. Nou, ik weet het niet precies, maar gelukkig hebben wij hier Peter Berends. Peter Berends is vicevoorzitter, klopt dat? Niet eens voorzitter. Nou, vicevoorzitter dus, maar wel ongetwijfeld de belangrijkste man van de stichting Eusebius Arnhem. Hij nam het initiatief tot die expositie en hij vertelt ons erover. Peter. Dankjewel. Dames en heren, smakelijk eten. Ik ben heel blij dat de Eusebius vandaag onderdak heeft gekregen in de historische herberg. Want ik wil u graag iets vertellen over de verhalen uit de Eusebius. U weet natuurlijk ongetwijfeld dat de toren en de kerk heel grondig gerestaureerd wordt en dat dat heel veel geld kost. 32 miljoen. En wij hebben als bestuur gezegd, als nou de kerk gerestaureerd is, dan moeten we ook heel goed nadenken wat we na de restauratie met de kerk gaan doen. En wij hebben als bestuur gezegd, we willen heel graag dat de kerk een veel meer culturele profilering krijgt. Het is maatschappelijk geld wat erin is gegaan en we vinden dat de culturele en maatschappelijke functie van de Eusebius veel meer accent moet krijgen dan die tot nu toe heeft gehad. Wel nu, om die reden hebben wij vorig jaar een concept ontwikkeld voor een vaste presentatie over de geschiedenis van de plek. Het is de oudste plek van Arnhem, met een enorme rijke historie. Een hele belangrijke plek als het gaat om de Gelderse geschiedenis. En ja, ergens in Arnhem een plek om die geschiedenis te vertellen, die verhalen te vertellen. Waar kan dat beter dan op deze hele bijzondere locatie? En er is veel meer dan de Slag om Arnhem. En wij hebben gezegd, wij willen graag daar in een vaste presentatie aandacht voor vragen. Wij hebben met een groot aantal erfgoedorganisaties uit Arnhem en Gelderland dit concept geschreven, uitgewerkt afgelopen jaar in een projectplan. En dit is de eerste presentatie die ik van dit verhaal aan u mag geven, dus u heeft een primeur. Wat heel essentieel is in ons verhaal is dat de Eusebius een ontmoetingsplek is, een uitnodigende plek waar iedereen makkelijk in en uit kan lopen. Een huis van de stad. En zoals u ongetwijfeld weet is het de bedoeling dat wij zijentrees gaan realiseren waarbij er een directe verbinding gaat ontstaan tussen de binnenstad en de kerk, zowel aan de marktzijde als aan de noordzijde van de kerk. En het is ook aan de noordzijde, dus tegenover Dudok, waar wij de hoofdentree van de kerk gaan vestigen, waar de bezoekers binnenkomen. En waar ook het begin is van de historische presentatie. Wat is er nu te zien in die historische presentatie? Wij hebben ervoor gekozen om de topstukken, de belangrijkste objecten uit de kerk, de verhalen te laten vertellen. En een van die topstukken is, en u kent dat ongetwijfeld wel, de tong van Eusebius. En dat is de naamgever van de kerk, de heilige Eusebius die in de tweede eeuw na Christus als martelaar is gestorven omdat hij het woord Gods predikte, zijn tong is afgesneden. En het verhaal gaat dat hij desalniettemin het woord Gods bleef prediken. Nou, die tong, die reliquie, is in 1450 door de hertog Arnold van Gelre naar Arnhem gehaald.
En daarom is de kerk naar deze heilige vernoemd. Deze reliekhouder, die is natuurlijk eigenlijk de basis van het verhaal. En die zal dus een hele belangrijke rol in de presentatie gaan spelen. Vervolgens ziet u hier dan de plattegrond van de kerk met een heleboel vakjes. En dat zijn de graven. Nou, als u nu in de kerk komt, dan ziet u die graven niet, want die liggen onder een houten vloer. Wij gaan die graven allemaal weer tevoorschijn halen, naar boven halen, want die graven die vertellen ontzettend veel verhalen over degene die daar begraven zijn. En dat waren vooral de rijken die in het koor werden begraven. En het thema wat we hier dan ook gaan vertellen is rijke stinkers. De rijke stinkers werden in het koor begraven. En de arme luizen werden buiten de kerk begraven. En daar kom ik zo direct nog op terug. Dus er komt ook een thema over begraven. En hoe dat toen ging en hoe dat nu ging en wat dat betekent. De Eusebius vertelt, dat concept bestaat hieruit dat wij steeds een object centraal stellen. Als voorbeeld het praalgraf van de hertog van Gelre, Karel van Gelre. Het thema is regionale identiteit. En er is altijd een verteller bij ieder thema, bij ieder object. En in dit geval is het de hertog Karel van Gelre. En we trekken altijd bij ieder object ook een lijn naar het heden. En we vragen ons dus ook af, en de bezoeker ook, is er regionale identiteit nu nog steeds belangrijk? Nationale identiteit, regionale identiteit. Dit stramien ligt onder het totale concept van de tentoonstelling. Dus bij ieder object zijn er verschillende onderdelen. En wij gaan die verhalen laten vertellen met audiovisuele middelen, audiotour, multimedia. En op iedere plek bij dat object zijn dus die zaken aan de orde. Allemaal bekende beelden, het praalgraf, een van de topstukken uit de Eusebius. En we gaan dus het verhaal over Karel van Gelre en wat die betekende voor de stad en voor de onafhankelijkheid van Gelre. Jarenlang gaan we dus uitgebreid ook laten zien en naar voren halen voor de bezoekers. Een ander topstuk is het harnas van Karel van Gelre. Het is het oudste nog intact gebleven harnas, daterend uit 1536. En het is uniek in Nederland en ook vanuit landelijke, maar ook internationale musea is er belangstelling om dit topstuk te mogen lenen. We hebben uitvoerig studie daarna gedaan. Er is heel veel literatuur over. En wat wij natuurlijk ook willen is dit topstuk in die presentatie ook heel uitdrukkelijk een plek geven. Datzelfde geldt voor de klok, die is geschonken door Karel van Gelre en waar die dus tijdens de Slag om Arnhem in 44, in voorjaar 45, met de toren en al in de kerk is gevallen. En de kogelgaten zitten er nog in, dat kunt u zien. Geschonken door Karel van Gelre in 1537. Een ander belangrijk onderwerp is natuurlijk de beeldenstorm. Het is hier net ook al het thema is gevallen. Er is een heel bijzonder fresco in de Eusebiuskerk, in het koor. U kent dat ongetwijfeld. Nou, aan de hand van deze fresco vertellen we natuurlijk verhaal over de religieuze strijd. En wat dat heeft betekend voor de stad en voor de kerk, voor de geloofsgemeenschap. En trekken ook weer een link, een lijn naar het heden. Want ook nu nog, overal, is er strijd tussen de religies. En worden culturele objecten, denk aan de Taliban en ook in Syrië, vernietigd als gevolg van die strijd. Een ander belangrijke plek is natuurlijk het graf van Karel van Gelre onder het koor.
En daar moet ik even iets verder over vertellen, want we gaan in de grafkelders gaan wij een verbinding maken ook met de crypte van de vroege Romaanse kerk, de Sint-Maartenskerk. En daar gaan we een experience in realiseren, waarbij aan de ene kant de geschiedenis van en het graf van Karel van Gelre aan de orde komt, maar aan de andere kant ook het fenomeen van het begraven buiten de kerk. En we willen ook een ossuarium van de skeletten die opgegraven zijn buiten de kerk, in, bij het aanleggen van de Jansbeek, willen we hier een plek geven om duidelijk te maken dat de arme mensen werden buiten begraven en de rijke mensen lagen voor het koor. Dit is de oudste plek van Arnhem. We gaan terug naar 1000 jaar terug in de geschiedenis. Want hier zijn ook de fundamenten van de Maartenskerk die je nog kan zien. Dus we gaan hier een hele bijzondere beleving van maken voor de bezoeker. Een ander topstuk is natuurlijk het orgel van de kerk. Heel belangrijk natuurlijk in de erediensten, maar nu ook vooral in, bij orgelconcerten. En daar gaan we natuurlijk ook aandacht aan besteden in het totale verhaal. De gildetafels, er zijn er nog 4 overgebleven na de verwoesting van de kerk. En dit is er één van. En aan deze gildetafels werd het brood uitgedeeld aan de armen door de gilde. Het staat er ook, het brood den armen reikt hier zeer mild, het brood den armen, dankt God. En ja, de lijn naar het heden ligt voor de hand, want eigenlijk waren dit de voedselbanken van vroeger. Nu is het nog steeds zo dat er brood wordt, dat er eten wordt uitgedeeld. En dat was toen al het geval. En dat gebeurde in de kerk, aan tafels. En we gaan die tafel ook gewoon neerzetten en laten zien hoe dat ging. Nou, de toren is natuurlijk een icoon op zich, maar meer dan dat. En u weet ongetwijfeld dat er, om dat ook nog veel spectaculairder te maken, er balkons zijn gemonteerd, glazen balkons op 60 meter hoogte, waaruit je heel goed zicht hebt op het beeldhouwwerk van de toren. Ik zal het eventjes hier laten zien nog. De Disney-beelden die er zijn gemaakt bij de wederopbouw, die zijn vanuit die glazen balkons natuurlijk fantastisch te zien. En je hebt ook vanuit die balkons een geweldig uitzicht over de stad. Dus die toren en het bezoek aan de toren is een heel belangrijk onderdeel van de presentatie. Daar is ook aandacht voor het carillon, wat er is en de geschiedenis van de klokken. Natuurlijk gaan we in de toren ook aandacht besteden aan de verwoesting van de kerk en wat de kerk heeft gezien in september 1944. En dat wordt verteld aan de hand van 3 verhalen. 1 van de kosten van de kerk in september 1944. Een verhaal van de brandwacht. Er waren namelijk brandwachten, burgerbrandwachten op de toren om te waarschuwen als er bombardementen of aanvallen kwamen. Die brandwachten werden aangezien door de Engelsen als Duitse soldaten. En als gevolg daarvan is de toren dus in brand geschoten, is de kerk in brand geschoten. Dat verhaal komt ook aan de orde in de presentatie. En het derde is het verhaal van de cultureel ambtenaar die tijdens de oorlog moest waken over het behoud van het monument en ook over onder meer het graf van Karel van Gelre. En hij heeft ervoor gezorgd dat dat graf in een betonnen bekisting werd gemaakt, zodat dat nog bewaard is gebleven en nu nog te zien is, anders was het al lang verdwenen. Vanuit de panoramaverdieping op de 7e krijgen we natuurlijk ook zicht op, naar alle kanten, op het gebied wat zo belangrijk is geweest tijdens die slag om Arnhem en hoe het er nu uitziet. En vervolgens, dit is nog even een kijkje in de balkons. Hier ziet u nog eventjes de bekende dominee Fouke. Het verhaal is denk ik wel bekend. De dominee die
zich verzette tegen ja, die profane Disney-figuren, maar dat paste toch helemaal niet. En de beeldhouder heeft die dominee vereeuwigd uit, ja, om een beetje wraak te nemen en te pesten. En ook de voorzitter van de vrouwenvereniging, protestantse vrouwenvereniging, is hier vereeuwigd. Maar dat ziet u allemaal als u in de balkons komt. En dan heeft u een waanzinnig uitzicht over de stad. En je zweeft in feite tussen hemel en aarde als je daar staat. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer was ik een beetje, vond ik het heel eng. Maar omdat ook je staat op glas en alles is glas. Maar het is zeer spectaculair en heel erg de moeite waard. En dat het spectaculair is bij avond, dat bewijst dit plaatje. Want onlangs heeft een DJ 8-baan in de balkons gestaan en dan krijg je dit. Dus we gaan ook toch proberen voor hele bijzondere evenementen of exclusieve bijeenkomsten dit soort dingen te doen, om ook ja, op die manier wat geld te verdienen. De hoogste verdieping is een hele bijzondere en spannende verdieping. Dat is de verdieping onder de kap van de toren. En wat we daar gaan doen is dat we enerzijds historische films en foto's gaan laten zien over hoe Arnhem eruit zag in de directe omgeving 30 jaar geleden, 75 jaar geleden en 300 jaar geleden en hoe dat toen was en hoe dat dus nu is, want dat kan je dan zien. En aan de andere kant willen we heel graag iets doen voor gezinnen met kinderen op het thema bouwen, torenbouwen. En we gaan een interactieve tafel realiseren waarmee kinderen dus van allerlei spellen kunnen doen, kunnen bouwen en ook digitaal kunnen communiceren via internet. En dan, dat is dus een interactief onderdeel wat we daarin gaan realiseren op de bovenste verdieping onder de kap. Nou, als het goed is, dan is, u weet dat deze week de toren uitgepakt wordt. Langzamerhand wordt die uitgepakt. Dat betekent dat de stijgers tot ongeveer 25 meter hoogte naar beneden gaan. Dus dan zult u tot en met dit niveau straks binnenkort de toren zien. In het voorjaar is de stijger helemaal weg rond de toren, dus dan is dat klaar. In 2020 hopen wij het schip helemaal klaar te hebben. En dan hopen wij ook die presentatie gereed te hebben, zodat iedereen kan zien en voelen hoe belangrijk deze plek is en waarom het zo belangrijk is om die voor de toekomst te bewaren. Dat was het, dank u wel. Dank u wel, Peter Berends. Graag gedaan. Dus we moeten nog tot 2020 wachten. Maar goed, wij weten vast wat er te zien en te doen zal zijn. Hè? Dat neemt niemand ons meer af.